We zijn vandaag bij Rock the Fair. Dat is een onderdeel van Spotcast. En Spotcast doet dingen online, maakt video's die bedrijven gebruiken om zichzelf als het ware te promoten. En Rock the Fair is daar een onderdeel van. En dat is ontstaan eigenlijk uit twee groepen mensen. Je hebt mensen die eigenlijk al van plan waren om eens iets met online te doen of met video te doen. En die ineens denken, hey, maar we staan op de beurs. Misschien is dat eigenlijk wel een heel mooie gelegenheid om daar wat mee te doen. Je hebt ook mensen die op de beurs staan en eigenlijk een hele mooie presentatie hebben. En denken, wacht even, dat is best wel zonde dat die beurs maar 2, 3, 4 of 5 dagen duurt. Misschien kunnen we dat moment verlengen en alles wat we hier laten zien. En dan halen ze Rock the Fair erbij om dat vast te leggen, interviews te maken en zo dat effect van die beurs te verlengen. Today on our booth here we're showing a new audio product. So it's PAM IP, so we have both 1 and 2 rack unit products. But what about background noise? Well, background noise and interference is a big deal with wireless systems. And most of the products currently on the market like this have a lot of problems with dropouts and interference. Absolutely. So not only is this speaker amazing for anyone creating content, but it's phenomenal for people that just want to play back audio, whether it's gaming or videos, because it provides you so much output and so much detail that it benefits anyone that wants to use it. Okay, thank you, Karam. The 104, 149 price points. And really, I think people should check it out. It's amazing. Thank you. Ja, Rock the Fair. En dan zijn we dus op die beurs. En waarom werkt dat dan eigenlijk? Nou, het grappige is, als bedrijven, hè, als u op een beurs staat, dan bent u zelf en uw hele team is al helemaal in de presentatiemodus. Hè, stel voor dat u een afspraak maakt om een video ergens op te nemen. Nou, dan komt iedereen binnen en oh, gedoe en staat het er wel goed op. Maar op zo'n beurs, dan ben je de hele dag al bezig met het verkopen van je bedrijf of je boodschap. Dus je bent al helemaal in een presentatiemodus. Kijk, en op het moment dat je dan een opname doet, als er dan een professionele host bij komt die goede vragen aan je stelt, dan kun je in een hele korte tijd een hartstikke professionele video opnemen. Die je, nou, bij Rock the Fair waarschijnlijk dezelfde dag, einde van de dag of in ieder geval de volgende dag, al meteen zou kunnen gebruiken en inzetten. En natuurlijk ook na de beurs. Nou, je hebt dus twee opties. Of je neemt gewoon de film aan zich, standalone. Of je denkt, nou, ik ga inderdaad een paar stappen verder. En dan kan Rock the Fair je enorm goed helpen om dat videokanaal in te richten. Of om in ieder geval te zorgen dat het gevonden wordt. Want dat is natuurlijk ook nog een belangrijk ding. Hadden we niet eens genoemd. De vindbaarheid daarna. Want het is leuk als je een videootje hebt. Maar hoe leuk is het als het ook nog eens heel vaak en heel goed gevonden wordt en bekeken wordt.